polstraar. Dus wij gaan Enzo zijn bed opnieuw maken. Het is helemaal in elkaar gestuikt. Mannen lagen gelukkig niet in. Maar we gaan toch kijken wat we kunnen doen. En daarvoor is mijn broer er ook. Om te kijken hoe we dat kunnen oplossen. Maar we hebben dat de vorige keer een beetje verkeerd in elkaar gezet. Eerlijk te zijn. Dus heb je die vijzen al aangespannen? Ja, die wel, joh. Dat is het goed. Kijk, dat is helemaal wat we doen. En dan zal even de uitleg al doen wat hij al gedaan heeft. Ja, die dingen zijn ingestoken en gedroogd, maar dan nog die stokken. Dus en dan zijn we klaar. In de hoop dat het allemaal goed blijft liggen deze keer. Dus dat hebben we de vorige keer niet gedaan. Dus dat was onze grote fout, dus nu gaan we dat recht zetten. Zo. Wat dan papa gewoon naar hier. En nu moet ik hier. Eén plank in het. Het is echt heel moeilijk om erin te steken. Dan gaat het even. Het is wel vast doen, als jij dat erin moest steken, dat mogelijk zijn. Dus kijk, het is echt heel moeilijk om erin te steken. Hier zit al niet te veel van een feest, dat gaat daar niet. Dit is aan die kant. Aan deze kant zo. Zie je hier? Ah, hier. Zit er hier? Maar hier zit hier. Dus dat okay. Ah. Hier is een gat. Ik heb van die gat er een gat is. Dus. Hoe was het op het werk? Super. De volgende keer ga je mee zwemmen. Ik ben toch voor de 22 maar dat is wat dan. Op het moment dat hij erop doet, dat is wat dan. Nee, juist omdat ik het zeg. Twee moet niet meer zijn. Ik ben nou blij dat Enzo er niet is ondergevallen of zo. Dat is het belangrijkste. Oh, probleem. Ik hoef niet meer terug. Die had ik er toch ingestoken. Ik kan daar niet tussen, want die vijf zit hier. Niet tussen, hè? Nee. Dus dan moeten we dat even openmaken en dan kan je dat wel, hè. Restaurants poging zoveel. En we gaan nu kijken of het goed is en dan moeten we die matras er nog in. En zo dan kan hij slapen. Ik heb gepakt in mijn eentje, maar. Dat weer dat stukje dat weer helemaal in zit. Maar ik denk dat het nu wel in orde is. Dan mag ik kopen. Dan ben ik hier. Ik heb de lotte van.
Ja. Mijn onkel zet het dan nog op vast. Van boven. Kijk, dit is het bed en hier is meneer. Dus we hebben het in elkaar gezet. Dus het ziet er goed uit, hè. Voilà. Dat is wat het moet zijn. De kleine man in een groot bed.